Yo mensen, tof dat je kijkt deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA1999 en vandaag een nieuwe career mode video met onze speler Wesley. En we gaan kijken wat we kunnen doen. De eerste wedstrijd van deze aflevering is tegen Bournemouth. En we gaan kijken wat tegen de ploeg in de Premier League wij ook kunnen gaan doen. Laten we hopen dat we in ieder geval een goede wedstrijd te zien gaan krijgen als ons als spits zijnde. Hier komt de bal niet bij ons aan, of wel nog? Jazeker wel. Kunnen we dan de aanval creëren? Ja, ze moeten ons in de gaten houden. We zijn goed bezig bij Manchester City aan het begin van het seizoen. Sané met de kans en die bal gaat in het zijnde nog. Hij werd nog geraakt door de doelman. Dus de hoekschop is voor Manchester City. Hoekschop genomen door Bernardo Silva. Wesley krijgt hij de bal verder. Sané, ja, Wesley dan. En Gretschka. En het is de bal naast. Opnieuw de hoekschop. Nu aan de andere kant van het veld. Hoekschop van de Bruyne. Krijgt hij hem goed, de Bruyne? Nee, Diop. Oh, de bal bij Wesley. Die de bal terug naar voren kan geven. Sané. Hier krijgen wij de bal terug. Wesley. We geven de bal richting Rodri. Wesley. Kunnen we het doelpunt maken? Nee, dan worden we van de bal gezet. Toch nog de bal voor City. Maar helaas schiet Sané de bal naast. Zit het opnieuw de corner. Nu aan de andere kant. Hier de Bruyne met de corner. We geven de bal voor. Bal weggehaald. Opgevangen door wij als speler. We geven de bal goed. Bernardo, de Bruyne, de bal op de paal en daar heb ik de bal weggehaald. En de kwartier gespeeld nog steeds 0-0. En wij zijn toch wel de bovenliggende partij, we zijn sterker. Wesley, kunnen we eigenlijk de aanval? Nee, de bal weer weggehaald. Zo is het ook wel slordig en wij als spits zijn, dan weten tot nu toe niet echt het doel te vinden. Deze bal gaat niet over de zijlijn, dus het is gewoon dat de bal bezit voor Bournemouth. En wij zetten de druk als City zijnde. Onderschept door Porro. Wesley, goede paas nu richting Bernardo Silva. Wesley, krijgt de bal niet bij Silva. Lato, McNeil en weer Bournemouth met het balbezit. De Bruyne, goed, richting Wesley. De Bruyne, kans nu, Sané en de bal gered. De corner dus nu. Wesley. Corner genomen, Bernardo Silva in één keer en dan de bal weer weggehaald door Bournemouth. Daar de bal ondertussen alweer. Vocht de Bruyne. Bernardo Silva, de Bruyne, Bernardo Silva en dan de schietkans en de bal voor Bournemouth en de bal is weggehaald. Opnieuw de corner weer. 31e minuut loopt. De 0-0 staat nog steeds natuurlijk. Ik wou zeggen 1-0, maar dat is bij lange na nog niet. Moet er echt meer gaan gebeuren deze wedstrijd in de tweede helft. Wesley, kan het dan nou? Kan het nu ons doelpunt maken dan? En nu maken we hem wel. 1-0 voor City en wij mogen dat doelpunt maken. In de 34e minuut pas maken wij dat doelpunt. En is het dus 1-0 voor Manchester City. Mooi uitgespeelde goal, we hebben het goed gedaan. En is dus terecht de 1-0 voor City. We zitten eerst dat er bijna op als we weer op jacht gaan naar een doelpunt. Zo vlak voor rust wordt het dan al 2-0. In de extra tijd bouwt het voorgegeven en komt eraan per toeval bij de Bruyne. En die mag dan al in de eerste helft de 2-0 van maken. 3 minuten extra tijd. In die extra tijd scoort de Bruyne de 2-0. En zo komen wij dus op de 2-0 voorsprong zo vlak naar rust. Dan begint het een beetje te ontplooien. Zo vlak voor de laatste minuten van deze eerste helft. Ondertussen is de tweede helft net begonnen als hier als wij het balbezit hebben. Gretzka is eruit gegaan. Gundogan is zijn vervanger. Ondertussen is de tweede helft dus begonnen en hebben we de 2-0 voorsprong. Hier hebben we al hoe slecht gedaan aan de voeten van Gundogan. Wesley dan voor zijn derde, tweede en het is de tweede en 3-0. En zo is het dus 3-0 voor City. En mogen wij onze tweede maken. Ja, dat is ongelooflijk. We zijn de beste op het veld. En ook misschien wel de beste van deze wedstrijd. Zevende doelpunt in de Premier League nu al. We hopen dat er natuurlijk meer gaan volgen. In ieder geval hebben wij dus nu het balbezit. Niet meer, want de bal is voor Bournemouth. 50e minuut. De volgende wedstrijd voor Bournemouth is tegen West Ham. En de balbezit is hier dus nu voor de tegenpartij. Kunnen wij ertussen zitten? Nee. Onder Sepp, Grimaldo, Wesley. Rodri. Goeie paas van Rodri. Zomaar richting
Sané, kan die de bal bij zich houden? Ja, Wesley de bal voorgeven. Lukt dat ook? Wesley laag richting De Bruyne. En het is 4-0 voor Manchester City. Weer Kevin De Bruyne. Tot nu toe 2 keer Wesley en 2 keer De Bruyne. Wordt het een nieuw goed duo? Mocht Wesley niet vertrekken. Mochten wij niet gaan vertrekken. Ik ga ervan uit nog dat het nog niet gaat gebeuren. Wat hebben we nou al zin bij City? We hebben nog niet echt aanbiedingen gekregen van clubs waarvan ik denk, nou oké, dat gaan we doen. Tot nu toe alleen maar clubs van Chelsea, Arsenal, maar ook buitenlandse ploegen. We hebben bijvoorbeeld Napoli gehad, Juventus, Roma, Inter hebben we ook gehad. Maar ik heb besloten om daar niet heen te gaan. Ik wil een andere stap maken. We gaan kijken wat er nog gaat gebeuren natuurlijk. Deze bal wordt gered, nog steeds 4-0 en nog 15 minuten te gaan. Als Gundogan de bal zit heeft, Gundogan krijgt de bal terug, maar Mahrez. Wesley, goede paas. Nu De Bruyne dan. Dan is het nu wel 5-0. En de hat-trick van Kevin De Bruyne. De aanvoerder mag dus 5-0 van maken. En dan lijkt me wel beslist. Met 2 doelpunten Wesley. En de hat-trick van De Bruyne is het dus 5-0. En wij willen natuurlijk ook nog op jacht naar een hat-trick. Voor de 6e. En dus 3 keer De Bruyne en 3 keer Wesley. Maar Burnout lijkt ervan te leren. En denkt ook 5-0 is meer dan zat. We laten het gewoon een beetje rondtikken. En het is klaar. Ingooi is voor Burnout. Wissel ook bij dezelfde ploeg. Lato. Billing. En onderschept weer. Wesley kunnen we naar de avond doen. Laatste 5 minuten aan de rest uit. Wesley krijgt hem al goed bij Roberts. Roberts, Wesley meegeven. Nu steken daar richting Gundogan. Schot geblokt. Bal weghalen. Dan is het klaar. Bijna. Nog 2 minuten officiële speeltijd. Komen er waarschijnlijk 3 of 2 minuten bij. En wij gaan kijken wat er nog gaat gebeuren in die laatste minuten van de wedstrijd. Hier komen we op de kant, bal weggehaald. 2 minuten extra tijd was het inderdaad. En dan wel hier bij De Bruyne dan nog van afstand. En hij mag nog de 6-0 maken. Zijn 4e. Het is klaar nu echt in de extra tijd. Niet Wesley, niet wij die het doel maken. Maar het is De Bruyne met een prachtig afstandsschot. En zo moet hij nu zijn 4e maken. 2 keer Wesley dus en 1 keer of 4 keer De Bruyne. Dat betekent dus 6-0 einde wedstrijd. De winnaar dus van Burnley in de Premier League. Gaan we door naar de volgende wedstrijd in deze aflevering. De Bruyne natuurlijk de man van de wedstrijd. Krijgt ook de bal. Heeft 4 doelpunten. Maar wij daarentegen ook met een 9,4. Een goede beoordeling. De Bruyne natuurlijk met een 10 als beoordeling. En door naar de volgende wedstrijd. Die is tegen Liverpool. We kennen Liverpool natuurlijk als gaande. Met de Liverpool Career Mode. Maar nu dus gewoon met City als speler zijn er tegen Liverpool. Een lastige wedstrijd in de Premier League. Op 21 augustus gaan we kijken wat we kunnen gaan doen in deze wedstrijd tegen Manchester City, tegen Liverpool. Laten we hopen dat we die wedstrijd goed kunnen afsluiten. De wedstrijd is ondertussen al 22 minuten begonnen. Lang niks gebeurd. Als hier Bruno Silva de kans krijgt, Wesley, dan kunnen we een doelpunt maken. Wesley, goede paas meegeven. Gretzka, de bal gered door Anderson en Semedo, die de bal nu wegwerkt. Richting Wesley, Grimaldo. Rodri en Wesley. Rodri, Wesley, goede paas. Nu De Bruyne, goed gegeven. Wesley met de kans. En een prachtig doelpunt zeg. In 1 keer geschoten door die spits. En hij mag de 1-0 maken. En een goede paas was het van Kevin De Bruyne. Het lijkt dat we een nieuw duo gevonden hebben. Kijk deze paas van De Bruyne. Hup, achterstand een beetje langs over hem heen. En dan boom, binnengeknald door de spits. Onze spits, Wesley. 32 minuten loopt. Nog steeds dus die 1-0 voorsprong. Goede paas hier. Sané. Kans nu. Sané in de redding van Alisson. Bernardo Silva. En de bal uiteindelijk weggehaald. Door de verdediging. Mané vangt de bal op. Hoe onderschept Bernardo Silva. Goed, kunnen we de aanval nu doen. Wesley. Daar komen wij niet langzamer genoeg. Pedrosa zet er tussen. Onderschept weer door Rodri. Bernardo Silva. Goeie paas nu. Komt hij ook aan. Ja, half. Toch nog. Porro. Wesley. De Bruyne. Kevin De Bruyne, Sané, bal weggehaald alweer. Firmino dus nu. Eerste helft zit er bijna op. De 1-0 voorsprong nog steeds dus voor Manchester City. Doelpuntenmaker Wesley met een prachtige doelpunt wat wij toen maakten. Door, met name door de voorzet van De Bruyne. En Liverpool heeft hier het bal bezit in de laatste 4 minuten van deze wedstrijd. Salah. Salah probeert het zelf. Gaat wat druk zetten, gaat naar voren toe. Zou voor het eerst zijn dat Liverpool gevaarlijk gaat worden. Dat wordt misschien ook nu zo. Maar nee, bal voorgegeven. Ja, weggehaald eigenlijk door Rodri. Zo is het dus de ingooi voor Liverpool.
En die gaan weer voor City is. Nou, Bernardo Silva, laatste minuten van de eerste helft. Als hier extra tijd 2 minuten erbij komen, waar Bernardo Silva eruit is. Moet een voorgeven daar richting Sané. Hij gaat dat niet doen. Hij wacht. Dat had hij beter misschien niet kunnen doen. Hij geeft hem nu dadelijk af naar Wessie, die de bal dan maar vraagt. En van een hele moeilijke hoek probeert hij het, maar de bal gaat er niet in. En dus klaar de eerste helft. Dan zijn we tussen al in de tweede helft, die al in de 68e minuut zit. Heel lang is het gelijkwaardig gebleven bij maar de 1-0 voorsprong, hè, nog steeds. Wesley, onderschept, Fabinho, Virgil van Dijk. Nog 20 minuten te gaan aan deze wedstrijd en nog steeds 1-0 voor Liverpool, of voor Liverpool, voor Manchester City. Fabinho, Cavani. Speelt nu dus bij Liverpool, dat is verrassend. Onderschept de Bruyne, goed, kunnen we nou de aanval creëren. Goede paas, nee, weer in de voeten van de tegenspeler. Gundogan nu, Gundogan en Wesley. Goede paas geven wij op geen buitenspel op Bernardo Silva. Kan hij hem teruggeven? Dat zou mooi zijn. Westie, we hebben de bal bezit. Goede paas staan. En dan heeft Rodri die schot geblokt. En de bal weggehaald door Liverpool. Nog een kwartier te gaan. En het is de 1-0 voorsprong nog steeds. Maar we hebben wel bal bezit en we zijn sterker. Assad schot en de bal overgeschoten door Rodri. Als ik me niet vergis. En nog 10 minuten op de klok. Doeltrap genomen. Ellison. Semedo, druk gezet door Sané. Djene. Fabinho. Paas gegeven, goede paas zeg. Moeten we uitkijken, moeten we gaan verdedigen. Maar nee, lukt niet. Druk gezet, er moet druk gezet worden. Wij kunnen niet doen om spits zijn. Ja, nu, maar zo is de bal nog steeds voor Liverpool. Met nog 9 minuten op de klok. Semedo. Salah. Semedo. Djene. En is het nog steeds Liverpool met de bal. Is het laatste 5 minuten van de wedstrijd. En het begint een beetje Liverpool op jacht te gaan komen. Dat is natuurlijk gevaarlijk. Want het is maar 1-0 door ons doelpunt nog steeds. We zijn nog steeds een man van de wedstrijd. Maar ja. We willen toch niet gelijk maar de doelpunt tegenkrijgen. En dan een gelijke stand eindigen. Dat willen we niet. Wesley. Kunnen we nou op jacht gaan naar 2-0? Dat zou mooi zijn. Sané. Wesley vraagt de bal terug. Dat gebeurt alleen niet. Grimaldo, Sané, nu wel. Wesley, bal teruggeven. Dan raken we de bal helaas kwijt. Toch nog onderschept. De Bruyne nu. Bal terug op Wesley. Nu gaat hij zelf er weer langs. Kunnen we dan onze tweede doelpunt maken. Wesley afgeven zou mooi zijn. Dat lukt. En dan komt hij voor de voeten van de Bruyne. 2-0 in de extra tijd. Het is klaar. Het is over. We winnen met 2-0 van Liverpool. En nu met onze assist is het dus 2-0. En we zitten ons assistje weer te pakken in deze wedstrijd. En 2-0 is het. Het is klaar. Het is uit. 2-0. Wij mochten de prachtige 1-0 maken door de Bruyne. Nu geven wij de paas op de Bruyne. En is het dus 2-0 weinigen. Toch wel met een toch wel een lage uitslag voor City zijnde deze wedstrijd. 2-0. 8,2 is beoordeling. En we gaan kijken wat er volgende wedstrijd gaat gebeuren. De Bruyne is weer iets hoger. Die is 8,8. Maar dat gaf natuurlijk de prachtige voorzet. En wij gaan kijken wat we gaan kunnen doen in de volgende wedstrijd. Ook tevens de laatste wedstrijd van deze aflevering. En we gaan kijken wat we natuurlijk in die wedstrijd kunnen gaan doen. Die wedstrijd is, even kijken, dat weet ik even niet in mijn hoofd. Moet ik even kijken, wat tegen Fulham. Dat is de laatste wedstrijd van deze aflevering. En de transferperiode, ga ik die ook al afsluiten in deze video? Volgens mij wel, weet ik eigenlijk niet. Dat zien we zo meteen wel aan het eind van de wedstrijd. Maar eerst gaan we de wedstrijd dus spelen tegen Fulham. En ja, we hebben dus gewonnen met 6-0 van Bournemouth, met 2-0 van Liverpool. En nu dus tegen Fulham kunnen we 3 keer achter elkaar winnen. Dat zou mooi zijn. We hebben 8 wedstrijden gespeeld, zie ik. We worden ook opgeroepen. Ja, ik heb wel de transferperiode gesimuleerd volgens mij. Want we zijn opgeroepen voor het Nederlands elftal, voor het EK-kwalificatie. Die wedstrijden gaan jullie dus zondag zien. Maar eerst ga ik jullie deze wedstrijd laten zien tegen Fulham. En ik ga weer natuurlijk commentaar geven op die wedstrijd en we gaan kijken wat het gaat worden. Hier zien we het, we zijn oproepen voor het EK. Roemenië en Wales moeten we tegen spelen en wij gaan kijken tegen wie we dan komen te spelen. Maar dat gaan jullie de volgende aflevering zien. Eerst gaan we dus kijken wat deze wedstrijd gaat gebeuren tegen Fulham. Waar het in de 6e minuut nog steeds 0-0 staat. Dus wij balbezit hebben en de aanval hebben met de Bruyne. De Bruyne, goede paas nu geven. Wesley heeft de kans, kunnen ons doelpunt maken en we schieten de bal prachtig binnen. Het is 1-0 voor City en het is weer wij, onze spits Wesley, die scoort de nummer 9 van City en het is 1-0 voor Manchester City. Goed gedaan, mooi afgemaakt en 1-0. En zijn 9e in de Premier League. En weer de aftrap voor Fulham. Agonusa. Diallo. City lijkt het goed te vinden dat ze nu een beetje de aanval gaan zoeken. Want ja, we staan wel voor, we zijn sterker.
Dat is al zo te merken in die 10 minuten. Oh, dat is niet meer de bedoeling. We gaan gauw door. Wesley, goede bal op Sané. Kunnen we nou de aanval creëren? 11 minuten gespeeld. Sané, goede paas. Wesley nu voorgeven op zijn beurt. Dat lukt. En de bal weggehaald. Werd hij nog geraakt en is de ingooi voor de City. En hij werd zeker nog geraakt, want het is de ingooi. Kretska. Wesley de Bruyne en de renning van de doelman. Ik sprak trouwens Kretska verkeerd uit. Dat heet wel anders. Kretsja of zo, maar goed, maakt niet zoveel uit. Hoekschop is genomen. Wesley krijgt de bal. Kunnen we dan ook binnenschieten voor de 2-0? Nee. Kwartier gespeeld, nog steeds 1-0 voor Manchester City. Bal voorgegeven. Weggehaald. Doelman die de bal niet lekker gaf. Toch nog de bal voor Fulham. Druk gezet. Door Manchester City. Hier de bal bij Wesley. Goeie paas. Bernardo Silva die de bal heeft. Wesley zet druk. Wil naar voren. Gaat dat ook lukken? Ja, Porro. Wesley geen buitenspel. Komen we er langs? Kunnen we de bal voorgeven? Ja, laag. Maar ook te laag. Want de bal is weer voor de Fulham. Agnusa. Druk gezet. Nog steeds Fulham met de bal bezit. Het is wel meer Fulham met de bal bezit dan City, valt mij al op. En verdedigend gaat het wel ietsjes beter. Sané, Wesley, nu dan aanval. Dat is altijd het sterkste bij Manchester City. Maar dit keer ook weer niet. Want wij notabene raken die bal kwijt. Maar we hebben de bal weer terug. Wesley, goede paas geven richting Bernardo Silva. Kan er nu nou eigenlijk de aanval maken voor de tweede? Dat zou echt mooi zijn en ook bevrijdend. Wesley dan met het schot en de remming van de doelman alweer. Bal is al weggehaald. Komt toch de kans aan, want de bal is weer terug in het spel. Dat kan nog steeds. De Bruyne terug op Wesley. De bal weer weggehaald. En overtreding ook. Dus een vrije trap is voor Fulham. Vrije trap genomen door de keeper. Clark, die geeft hem zo de voeten van een tegenspeler, Rotary, Diop. Bal richting Wesley, die hier de bal krijgt. Kunnen we nou de paal bal teruggeven? Nee. Want het is toch nog wel goed, slecht gedaan de verdediging. En wij kunnen de bal helaas niet binnenschieten. Ondertussen al de 33e minuut en nog steeds 1-0. Kan nog steeds. De Bruyne krijgt de bal niet verder. De bal is weer voor Fulham. En deze bal komt ook aan. Doe op. Bernardo Silva, de Bruyne, Wesley. Nu dan. Wesley, we geven een goede paas richting Bernardo Silva. Teruggeven nu. Wesley dan voor de kans voor de 2-0. En we schieten hem prachtig binnen, zegt 2-0 voor City. En wij mogen dat doelpunt maken. En is het versneld in de tweede helft. En dan weet u dat het zover is. Het is einde wedstrijd. We worden eruit gehaald. We gaan naar de kant. En onze vervanger is er altijd. Nee, dat was niet Jesus volgens mij nu. Maar goed. Dit zijn de laatste. Dit was de laatste wedstrijd van deze aflevering. De volgende aflevering hebben we de wedstrijden met het Nederlands elftal. En ik ga hier ook al bij deze alvast de transferperiode afsluiten. Want we blijven nog tot en met de winterstop dus bij Manchester City. We kunnen dus nog wel aanbiedingen krijgen nu. Maar dan vertrekken we sowieso in de winterstop. Ik besloot gewoon even. Hier kregen we aanbiedingen van Atletico Madrid. Ik besloot hem niet te accepteren. Gewoon simpelweg. Ik ga niet naar Atletico. Ja, ik weet het niet. Als speler zijnde heb ik het nog maar naar mijn zin bij City. Weet je, sowieso eind van dit seizoen wil ik weggaan. Het kan ook nog in de winterstop gebeuren natuurlijk als er een hele mooie club komt. Hier weer een aanbieding van Internationale, ik zei het net al. Ik had het misschien kunnen accepteren, Inter, maar ik zit gewoon voor mijn gevoel nog te kort bij City. En dat wil ik City niet aandoen, dus we blijven nog sowieso tot de winterstop. We kunnen in de aanloop van de winterstop nog een aanbieding krijgen, maar ja, dan gaan we toch maar eens in de winterstop weg en dat scheelt dus. In ieder geval is deze aflevering afgelopen, tot morgen weer bij een nieuwe aflevering van de Kuyt Quick Remote. En de zegt zo tijd als nu, later. Put a little bit of shit, put a little bit of shit, put a little bit of shit.